De D66-fractie kan niet anders dan constateren dat de wethouder als een olifant door een porseleinkast is gegaan. Eigenlijk schaam ik me ervoor dat ik hier als raadslid zit in een gemeente die nu landelijk neergezet wordt als de gemeente waar de zorg slecht is georganiseerd. De wethouder wordt in eerste instantie nog flink aangepakt over haar optreden in Nieuwsuur, waar ze zei dat vrijwilligers en werklozen zorg moeten gaan verlenen. Als er meer vrijwilligers zijn, dan zijn de professionals alleen maar nodig om het op gang te brengen. Veel minder is dat dus nu de inzet van de professional dan dat het nu is. Dus de professionals zijn meer naar de achtergrond en uiteindelijk gaan de vrijwilligers en de werklozen meer het werk doen. Ja, precies. De gemeenteraad eiste dat de wethouder haar woorden in zou trekken. Eigenlijk wil mijn fractie gewoon dat de wethouder gewoon haar woorden intrekt. Bij deze wil ik mijn uitspraken nuanceren. Het spijt mij dat ik woorden heb gebruikt die niet juist zijn. De verpleegkundige zorg blijft in handen van verpleegkundige professionals. Hoewel de wethouder door het stof gaat, lijkt het toch mis te gaan. Coalitiepartij PvdA dreigt een motie van afkeuring te steunen. De schorsing wordt nog zeker een kwartier tot een half uur verlengd. Pas na uren onderhandelen kan de vergadering verder gaan en wordt er uiteindelijk alleen een motie van treurnis aangenomen. Tot grote frustratie van de oppositie. Het was een verhit debat, totdat we 2 uur gingen schorsen. Dat hadden vooral de coalitiepartijen nodig om te komen tot een motie waar iedere show en pijnpuntje uit was gehaald. Want het was natuurlijk een hele slappe hap die uiteindelijk is ingediend en aangenomen. Ik heb tot minstens 3 keer toe mijn excuses aangeboden voor de foute uitspraak die ik heb gedaan in Nieuwsuur. En dat heb ik zelf gedaan.